Okay. Netjes, prettig, goed bedekt nog. Zo. Ja, helemaal goed. Zullen we even de deur wel laten zien? Netjes, schat. Hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 28 augustus 2021. En het is nu 7 over 11. Dus het gaat nu richting 10:15. Jee, in de ochtend. Anders was het nou niet zo licht. Maar wij nemen jullie gezellig weer vandaag mee. Bij deze gloedje nieuwe vlog, dus heel veel kijkplezier. Ik heb hier een hele mooie hondenfeunborstel. Ik vind het prima. Maar deze ga ik dus ook zelf proberen. You kidding, weet het, I know. Maar eens even kijken of hij ook gewoon werkt bij mij. Ja. Yeah. Ik heb hem aan. Zo gaat het dus een beetje eigenlijk, maar het zit allemaal in de knoop, dus dat ga ik eerst even fixen en dan ga ik eventjes rustig erdoorheen. Zo, ik heb gedoucht, ja, en zoals je kan zien heb ik mijn haar even helemaal geborsteld, ja. Ik heb nou dus hier, zoals jullie weten, dit is in principe een hondenfeunborstel, maar ik ga hem ook even gebruiken om te kijken hoe snel hij droog is. Dus daar neem ik jullie even gezellig in mee. Hij is aan. Thank you.
eigenlijk een beetje dit. Ja. En ik moet zeggen, het droogt wel snel. Dus, maar ja. Je kan hem dus ook gewoon gebruiken zelf, maar ook dus voor je hond of kat. Hé, hey, dat is een hele mooie, toch? Ja. Zo, daar zijn we dan. Met mijn mooie gekleurde haartjes. Ja, ik wel. Alleen er gaat wel zo'n stukje vanaf ongeveer. Dat wil ik. Ja, precies. Dus we gaan nu even naar onze gezellige lieve Linda. Yep. Een klein stukje lopen. Niet zo heel ver van mij. Gelukkig maar. Moet even geluid maken. Ook leuk. Dus ja. Dus we gaan nu even lekker naar Linda toe. Mag wel even een lekker stukje af hoor. Ongeveer dit zoiets. Ik wil het wel gewoon weer gezond. Maar even een vraag. Met welke shampoo moet ik dit wassen? Shampoo gekleurd haar. Oh. Ik heb hier staan. Oh. Een boutje, de verzorging van je haar. Hij is echt wel gaaf hoor. Ja, gaaf hè? Ik luf hem nog steeds. Goed hè? Want er zijn wel zoveel mensen die zien, ja, dan ben je weer moedertje van het schoonlijn, hè? Dan word je weer getackled. Was jij dat? Ja. Ik was dat. Ja. Ik ging namelijk douchen, alleen die kwam er niet doorheen. Nee. Het was zo stug als ik weet niet waar. Ja, maar hebben we toen ook niet echt kunnen knippen, hè? Nee. Dat was best wel een beetje over tijd. Ja. Beetje heel erg over tijd. Geeft niks hoor. Nee. Met liefde. Uh-huh. Maar inderdaad, zometeen bij Rauw even knippen. En hij wou ook misschien even een donker kleurtje er weer in. Maar hij knipt zijn haar zelf, maar dat zal je zo meteen wel zien. Ja, ik kom eigenlijk bij jou om alleen de puntjes en te doen en om weer aan de zijkant weer netjes te houden. Wel leuk, hè? Kost mij gewoon de schuld, hè? Wat doe jij? Oh ja, maar ik heb wat anders in mijn hoofd. Ja, wat? Ja, dit. Kleurtjes. Ja, maar echt, heel veel mensen in mijn buurt. Oh, wat gaaf, waar heb je dat laten doen? In Den Helder? Hoe zit dat? Gewoon, in Den Helder? Yes. Ook hier naartoe komen. Allemaal. Nou, echt, heel veel mensen hebben zoiets van, oh, dat wil ik ook. Oh, ja. Stuur ze maar door. Ja, precies. Auw! Nee, die deed niet auw. Ik deed een heel diep. Zo. Ah, hij pushen, wat nee, dit zou ik nooit doen. Nee, tuurlijk. Nooit één keer. Nooit één keer, oké. Okay. Dat zeg ik. Tak, 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 tak. Goed zo, kijk. Ik wil hem droog knippen. Ik ga hem droog knippen. Ga je hem droog knippen? Ik wil hem droog knippen. Dat zeg ik. Ja, inderdaad. Er mag wel wat af, hè? Doen we ook wel, hoor. Toch leuk even om met je mee te doen. Ja, dat snap ik. Hoeft niet. Ga ik scheefstaan. Ja, dat is toch handig? Scheefstaan. Toren van Pisa. Nee, ah, nou, en daar mee. Hebben we mevrouw Booster. Ik zag er in één keer rijden. Ik voorbij komen. Ja. Oh, ja, ik zie haar gaan. Lukt het, schat? Ja, jullie zien het net niet, maar mijn lieftallige mannetje is er ook bij. Kijk. Die zat verstopt, inderdaad. Waarom zit ik zo laag? Ik kan niet. Nee, nee, dat is voor mij handig, anders krijg ik last van mijn rug. Dan ga ik ze maar zitten. Ja. Heb je het zelf al gezien dan aan de vlog of niet? Ik heb het wel naar je doorgestuurd. Ja, 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 ik heb hem al gezien. Ik vond het echt leuk. Ik kijk altijd. Ik reageer nooit, maar ik kijk altijd. Ja, maar je merkt? Nee, ja, je merkt dat je dingetjes dan mist. Even geknipt en geplakt. Maar het maakt het wel leuker. Hoe bedoel je? Nou, omdat soms heb je van die stukjes en je bij jezelf denkt, nou, nee, dat doe ik niet echt. Nee. Dus het maakt zo'n filmpje wel af als dat er dan niet tussen staat. Echt leuk. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het ook hartstikke knap. Ik doe het zelf niet. Waarom niet? Je zou het wel leuk doen. En vooral hier met knippen. Ja, dat wel. Nee. Nee.
Nog niet. Nee, het zit niet in mijn systeem. Nog niet. Ik doe het zelf met jullie mee, het is helemaal niet erg. Ik ben meelichter. Helaas heb ik ook een deuk. Ik zit dan op TikTok of mijn dochter af en toe, die zit bij de vaderkens op de TikTok kijken. Ja. Hartstikke leuk, maar dan zit ik er ook op om te kijken welke dansjes en dingetjes. Maar ja, het is 8, dus soms zijn dingen dus niet echt nog hard toe gaan zien. Nee. Kom ik je moeder toch tegen, TikTok? Ik weet het. Dus die vindt het ook. Oh. Ja, ik ook. Oh, oh echt? Oh. Ik ga zoeken. Ga maar zoeken. Hi, ik ben aan het filmen. Kijk eens. Wauw. Ja, ik ben aan het vloggen. Vet leuk, niet? Ik word vlogster. Ik dacht het net, wat voor geluidjes. Ze vinden me helemaal anders. Ik ben aan het vloggen. Zij is niet gewend. Nee. Moet je ook vloggen, Angel? Nee, waar ben je? Daar. Kijk eens. Nou, sta jij er weer op. Moest je ook zeker aan wennen? Alles op film? Nou, hij kwam er zelf mee. Oh, echt waar? Oh, wat leuk. Omdat ik heel vaak foto's aan het maken was. En toen zei hij van, ja, maar waarom ga je niet vloggen? Wat is vloggen nou weer? Ja, foto's maken, dat ken je. Dus u bent de brein achter het hele werk. Zeg maar joh, hoor, en tegen Roderick. Zeg maar je tegen Roderick. En anders is het gewoon Roderick. We zijn al kind aan huis, hè, dus. We. Nou, dat is mooi. Alles met kennismaking en alles met nieuw, dan ben ik netjes opgevoed. Ja, ja. Mesje mag wel even de nekharen weghalen. Ja, dat mag weer wel. Met mij geen lawaai. Ja, dit vraagt of niet. Linda wel. Okay. Netjes, prettig, ja. Goed bedekt nog. Zo. Ja, helemaal goed. Zal ik even de kleur wel laten zien? Netjes, schat. Nou, en daar komt de kleurboek en je hoeft geen regenboog, hoor. Nee, doe ik niet. Kijk, ik laat gewoon de standaard kleuren zien. Dit is echt zwart. Ja, zwart. Donkerbruin. En hier ga je naar middenbruin. Welke spreekt het meest aan? Ik denk de 3. Die donkerbruine? Denk ik. Dat denk ik wel. Een beetje dichter hierbij. Ja. Beetje ertussen zit je. Ja, ertussen. Ja, ja. Ik kan hem ook mengen met z'n tweeën. Nee, wordt hij niet te donker, niet te licht. Doe de 3 maar, denk ik. De 3? Ja. Gaan we nu even klaarmaken? Simpel. Ja, doe het. Hoeveel jaar huwelijk hebben we er al op zitten? Bijna 3. Te veel. Bijna 3. 11, 12 en 2018 zijn we. 11, 12 jaar. Dan ben ik jarig. Oh, op jouw verjaardag zijn we getrouwd. Ja. Dat is leuk. Hoe laat was je jarig? 1:03 's nachts. 1:03 's nachts. Dat is mijn geboorte. Maar luister, we zijn om 10 uur op 11, 12, 2018 getrouwd. Oké, en ik kom uit 11, 12, 1988. Ja, precies. En dat staat dus nu vast. Kijk, dan mag ik hem ook niet meer vergeten. Nee. Mag ik het niet meer doen. Ik verwacht ook een heel verjaardagsliedje en zo. Ja, is goed. Vind. Is goed. Is prima. Dat zullen jullie ook doen, alleen dan niet een verjaardagsliedje, maar ik zal wel een huwelijksliedje zingen. Ja, is goed. Is prima. Mooie. Nou, het is nog geen vlaag, hoor. Nee, kwark. Kwark. Ze gaat kwarken hier aan, schat. Nee, niet waar. Nee, hoor. Gewoon verder. Gewoon lekker verder. Het is wel zo dikker als vark. Bent jullie klaar voor? Nee, nog even. Maar ik was het niet. Je kunt ook gewoon die dingen weghalen en gewoon wachten tot ze het opmerkt. Ik denk dat het gewoon echt, als we niks zeggen, dat het gewoon echt meer dan een maand kan duren voordat ze opmerkt. Oh nee. Die wetenschap durf ik met je aan. Koud. Koud, koud, koud. Het kan een beetje gaan kriebelen, dat weet je. Ja, haren die kriebelen, ja, gaan volgen. De haren kriebelen, ja, verkeerde vruchten. Dank u. Koud, hè? Of valt het mee? Het valt mee. Zo, nou, Roderick zit lekker in de verf. Kijk eens aan.
Kijk, 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 kijk. Heel mooi. Hij zit mooi in de verf. Ben je er blij mee met verf? Hoop het. Hoop je dat? Nou, dat is mooi. Ja, en helemaal achterover gewoon liggen. Ja. Ligt niet lekker, maar gewoon zo ver mogelijk achterover. Want dan boven het niet langs je rug. Niet liggen. Water goed zo? Ja. Wat is dit een mooie haarkleur zo. Mooi hè? Maar ja. Beetje goed uitgekozen. Uh-huh. Ik heb weer een nieuwe man zometeen. Mag je zich weer voorstellen Hein? Ja. Zo, en zo ziet Roderick er nu uit. Helemaal geverfd en al lekker geknipt en al door onze lieftallige Linda. Hè? Ben je er blij mee? Ik wel. Ik denk het wel, dat is mooi. Niet en niet te kort, gewoon goed. Ja, dat is mooi. Hou we zo. Gratis keien ook nog. Oh, wat leuk. 2 per persoon, schat. Hey. Gratis keien. 2 per persoon. Keien niet meenemen. Nee, joh, dat snap ik. Hè? Huh? Met de eigen poort erop maken. Ja. Het is wel heel gaaf hoor zo. Heel mooi gemaakt. Kom maar, balkon. Dames, balkon. Lopen. Is moeilijk luisteren. Nee, kom, balkon. Kom, balkon. Balkon, doe maar. Wil je hem even... Doe maar. Dames, nee, doe ik wel. Maar hij moet even open. Kom maar. Nee, zo, kom. Lof, balkon. Doe. Ja, jullie krijgen zo lekkers. Zometeen, wachten. Wachten. Lady pakken. Pakken. Ja. Appa, is goed. Ja. En dan gaat de deur even op en op de haak, dames. Ja, gaat de deur even op de haak. Eet smakelijk. Ben helemaal aan het doen. Ga je je schamen. Knuffelen met fruitje. Oh ja. Je kleedt me half uit, schatje. Ja, je kleedt me half uit. Ai. Kom dan. Kom hier knuffelen. Kom. Zachtjes.
Nee, ze heeft er genoeg van, zeg maar. Ja. Hey. Kom dan. Kom dan. Nee, niet. Nee, ze heeft er geen zin in. Nee. Jammer dan. Hey, een hele goede avond. Ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er een vlog online. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog weer terug. Doodles!